ik kan zo een klein beetje zien. Ik zie ongeveer zo 15%. En ja, ik kan wel gewoon alle kleuren goed zien. Maar bijvoorbeeld als iets kleins of iets heel ver is, dan zie ik hem bijna alleen maar zwart. En als iets klein is op de grond, ja. En als die ook dichterbij is en klein, dan kan ik het niet zo goed zien. Maar als die groot is en die is ver, dan kan ik het wel zien. Ik heb een visuele beperking. Ik zie 7% en ik heb de aandoening Leber amaurosis. Heel veel mensen zien daardoor niks en ik zag vanaf mijn geboorte ook niks. Alleen, ik ben steeds meer gaan zien op een of andere manier. Ik heb ook nystagmus en dat houdt in dat ik wiebelogen heb. Since Thibaut was born, my whole life was about her. I mean, I wanted to make sure in every aspect that she has what she needs, that she she's not missing out on something that she should at her age, making people learn, letting her at a very early age know how to answer people and how not to take it psychologically, not to affect her psychologically when someone even makes fun of her. Like, the problem is not you, the problem is the person who is doing that. And how to tell them that it's wrong and how to face things and not just run away. And so, and I think all I'm doing and most what I'm doing in my life is how to make her independent so she would be okay anywhere with or without me, with or without anyone. So just because this world is not made for dependent people. It's... Ik zat wel vroeger op een gewone school. Dus eigenlijk gewoon met kinderen die gewoon alles kunnen zien en zo. Is het ietsje zo minder fijn en zo? Ja, daar komen kinderen en zo gaan ze iedere keer mij pesten en zo. Omdat ik de enige zo was, maar toen ik naar hier kwam en zo zijn bijna allemaal kinderen hier die gewoon dezelfde als ik zijn, slechtziende of blinde zijn. Dan niemand pest me en zo, dat is hier ook veel fijner. Dan gaan de juf of meester heel veel dingen voor je regelen. Bijvoorbeeld braaien, dan gaan blinde kinderen braaien lezen. En de tv-loop, dan kunnen we gewoon de boeken of spullen groter maken met de tv-loop. Of ja, dan kunnen we die beter zien. En ja, hier is het ook veel fijner. Heb ik heel veel vrienden en zo. Wat belangrijk is in de begeleiding van Aya is om te kijken welke hulpmiddelen helpen haar om het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen volgen. En een gedeelte komt dat uit onderzoeken weer, dat je tips krijgt. En soms is het ook samen, in dit geval met Aya, kijken wat helpt jou en welke mogelijkheden zijn er. Het bijzondere aan deze school is dat alle leerlingen met een visuele beperking verenigd zijn onder één dak. Dus we hebben leerlingen van 4 tot 20 jaar met verschillende niveaus en verschillende uitstroomniveaus die we het beste onderwijs en de beste begeleiding proberen aan te bieden. Nou, we gingen eigenlijk thuis hadden we dus de keuzes. Ofwel naar het Honsrug College, dat is een school die dichtbij was. Ofwel het visueel onderwijs en Graven. En moesten we, nou tenminste niet we, maar moest ik gewoon eigenlijk op een rijtje gaan zetten wat de voor- en nadelen waren. Nou, bijvoorbeeld een voordeel van het Honsrug College was, ja, hier is het dichtbij huis. Mijn nadeel zou wel zijn, ik zou veel bijlessen hebben omdat ze me niet goed geregeld konden helpen. Omdat er echt veel mensen in mijn klas zouden zitten. En dat ik vast hetzelfde probleem zou hebben op de reguliere school. Dat ik misschien gewoon geen vrienden zou hebben daar. Omdat ze spellen of dingen gingen doen. Om Jesse naar een school te laten gaan waar hij niet thuis woont, was in het begin echt heel spannend. Je hebt echt nergens meer controle over. Je moet echt alles loslaten. Dat was echt heel spannend. We hebben die beslissing niet helemaal alleen als gezin gemaakt. We hebben ook Jesse hier de keuze in laten maken. We hebben de voor- en tegens naast elkaar gelegd. Jesse ook echt laten nadenken van, goh, wat zou je willen? Waar loop je tegenaan? En van daaruit hebben we die beslissing gemaakt. Mickey is geboren op Aruba in 2009. In hetzelfde jaar helaas kregen we een ernstig auto-ongeluk.
waarin Mickey en ik betrokken waren. Mickey is daardoor geestelijk en lichamelijk gehandicapt geraakt. Hij had een hele grote hersenbeschadiging rechts. Uiteindelijk hebben we daar een stichting van gemaakt. Dus ja, want het was natuurlijk belangrijk dat meer kinderen daar profijt van hadden. Mickey zit hier nu 5 jaar op school en ik denk dat hij ongelooflijk veel geleerd heeft. Als je ziet van hoe erg hij dingen in zich opneemt, aan het kijken is, oh, hoe doet die ander dat daar nu? En je ziet hem bijna het helemaal verwerken. En als ik een voorbeeld mag noemen, bijvoorbeeld de fysiotherapie waar hij net geweest is. Hij daagt zichzelf continu uit om datgene wat hij geleerd is om te zetten naar de klas. En waar ik voor zorg is dat er een rustige omgeving is, rekening houden met zijn visuele beperking en zijn lichamelijke beperking natuurlijk. En hem daar de tijd in gunnen en het vertrouwen geven. En het voordoen en de voorwaarden creëren. En dan komt die ontwikkeling heel mooi op gang. In het geval van Mickey denk ik dat we echt veel samenwerken. Dus we overleggen bijvoorbeeld met een ergotherapeut over welke behoeftes er zijn als er sprake is van een aanpassing voor een rolstoel. Of welke dingen er nog wel nodig zijn voor de rolstoel of welke dingen juist niet. Met de leerkracht overleggen we heel erg duidelijk van waar zijn we nu mee bezig? Welke doelen hebben we en hoe kan de leerkracht dat proberen te implementeren in de klassensituatie? Ja, inclusie op school betekent voor mij de betrokkenheid van de onderwijzers, maar ook de verzorgers bij Mickey. Ja, ze betrekken hem natuurlijk overal bij. Ze zijn heel begaand met Mickey. Ja, je kan gewoon zien dat ze het met hun hele hart doen. En ze zien Mickey ook gewoon als een persoon. Hè? En niet als een kind die gehandicapt is. Hè? Ze zien de mogelijkheden. Ze zien, ja, en dat vind ik gewoon heel erg mooi om dat te zien. Ja, ik gebruik ook heel veel hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een loop, zo'n handloop. Kan ik hem zo vasthouden, dit is zo'n halve bol. En ja, dan kan ik hem zo over de boek toe, waar ik uit lees. En ja, dan worden de letters die op de boek zijn zo iets groter en zo. Dan kan ik het beter zien. En tv-loop, dan kan ik, ja, die vind ik fijner. En ja, als ik het boek daaronder leg, dan kan ik hem vergroten hoeveel dat ik het wil. Of verkleinen, of een andere kleur zetten. Bijvoorbeeld geel en blauw, of zwart en wit, of wit en zwart, of ja, verschillende kleuren. Ik gebruik ook heel vaak de laptop met rekenen of spelling of zo. Dan kan ik hem zo vergroten met mijn hand of verkleinen. En ja, dan kan ik ook de spraak gebruiken bij de laptop. Dan kan ik ook bijvoorbeeld als ik iets typ, dan hoef ik het niet te zien of te kijken, maar dan hoor ik het gewoon wat ik aan het typen ben. For me, those devices are very, very important. And since the moment I really started using them more and more frequently, I've noticed that they really make life easier. And they also show people how much help I need. And it allows them also to know how to help me and to make things available for me. There is structure in my life. There is a goal. And I travel much for my work, so I became more sure or certain about traveling by train and bus and organizing my support. So yes, having a job is very important, I think. And I meet colleagues, I discuss with colleagues about everything. Also ask sighted people things. Where are you going? What are you going to do today? So try to make social talk, try to come in contact with daily talk. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Heel veel kinderen met een ernstig meervoudige beperking gaan niet naar school. Terwijl het VN-verdrag voor de rechten van de mens wel aangeeft dat dat mag en dat dat kan. Wij denken dat elk kind kan leren. Elk kind kan leren op zijn eigen manier. En veel mensen denken dat leren rekenen is en leren schrijven is en taal leren. En dat is niet zo. Leren is iets wat elk kind kan. En leren zit in leerkrachten en zit in de mensen en zit in de school. En als die het goed doen, dan kan elk kind tot leren komen. Ja, dan ga ik wel heel vaak zelfstandig werken en zo. Maar een paar keer heb ik wel hulp nodig, bijvoorbeeld bij de laptop. Als ik iets niet meer weet of zo,
of de spraakhut die dan vragen aan mijn vrienden, die helpen dan mij. Die weten het heel vaak wel. Die moeten dan, moet je andere kinderen niet hun pesten en zo. Ja, hun kunnen niks doen aan de hand en zo. Ja, misschien in plaats van op hun te pesten en zo, moesten hun helpen. Dat is denk ik beter dan pesten en zo. Misschien ook meespelen met hun. En ja, maar het is ook zo fijn. Of ja, als je veel pekken hebt of zoiets, dan is het ook heel wat anders. Maar dat is ook, dat betekent niet dat je iemand anders bent en zo. Dat betekent gewoon dat je bent wie je bent en zo. Kunnen wij helemaal volwaardig deelnemen aan de maatschappij? Dat proberen we in ieder geval wel. Maar je loopt soms toch tegen punten aan waar je niks aan kan doen, wat buiten je macht ligt. Ja, en daar loop je gewoon tegenaan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld zwemles. Nou ja, hij kan prima alles, maar hij werd zelfs op zwemles voor gehandicapten geweigerd. Ook als ik ermee in zou. Of Mickey een deel uitmaakt van de maatschappij. Ja, in zoverre, ja, tuurlijk. Mickey is gehandicapt en daar loop je altijd tegenaan. Hè? Dus hij is zeker onderdeel van de maatschappij. Ik voel mezelf ook persoonlijk niet dat Mickey tekort komt in wat dan ook. Misschien is dat ook gewoon hoe je eigen instelling is. Maar ik zie het zeker niet als negatief. Maar natuurlijk, ja, weet je, Mickey is anders en kinderen kijken anders tegen hem aan. To help me empower myself and believe that I can become stronger and stronger, there was first of all the general support of family, who really showed me that, who first of all decided to provide such an education for me, who talked to every teacher, who told them how they should adapt for me to make me feel included. And then, my parents who always told me also to stand up for myself, to speak to people in an open way about my visual impairment. I believe that's also something important because it shows people that ask whatever you want, do not try to fool me, do not try to hide anything from me. You will not hurt me because I'm confident, because I know about my differences, so you will not teach me anything new. You are here to learn from me and I'm here to learn from you. I only dream for her to be independent. I know she will be successful. I know she can do what she wants. I know she will enjoy life. I want her to be independent enough. I want her to find her way, to know what to do. I don't want her to depend on anyone, not me, not no one. If I write a message for Tiba, I will tell her that it was and it is a beautiful journey, and and we do and did enjoy most of it, at least. And yeah, keep it up. I will just tell her to keep it up, keep the strong personality and the confidence and keep making your dreams true. Hoe afhankelijk is Mickey van mij en van zijn vader en van iedereen om hem heen? Dat is heel afhankelijk. Hij is, hij zal nooit zelfstandig worden. Hij wordt wel steeds zelfstandiger in bepaalde dingen. Dat heeft hij dus geleerd op school. Gewoon kleine dingen, maar ja, zelfredzaamheid is bij hem heel laag. Ja, en of dat zal hopelijk nog beter gaan worden, met kleine stapjes. Dus we verwachten nog wel het een en het ander van hem, van zijn ontwikkeling. Maar ik denk wel dat je ook realistisch moet zijn en weten dat hij gewoon nooit op zichzelf gaat wonen. Nee. Mijn dromen zijn zo reizen om de wereld. Zo, ik wil zo gewoon blijven reizen. Daar hou ik van, dat had ik nog nooit gedaan eigenlijk. Ik vind wel belangrijk dat mensen weten dat visueel beperkte ook gewoon mensen zijn. Dat ze niet per se zielig zijn, maar dat ze, als ze hulp nodig hebben, dat ze daar om zouden kunnen vragen. En dat ze eigenlijk ook gewoon dingen kunnen doen, net zoals ziende dingen, ziende mensen, zoals gewoon drinken en schenken en zo.